Aha, je hebt daar niets. Schiet op, pik. Het stinkt als een pest, jongen. Dat stond ik in de wei hooi te eten. Deze dude die trekt het niet, jongen. Hij was veel te zenuwachtig. Hé, hey, rustig nou. Hey, doe zelf even fucking rustig. Dit is mijn programma. Wacht even, dit is jouw programma. Oké. Okay. Ik vind het wel lekker. Wat denk jij dat het antwoord is? Oh. Ik vind dit shot, een beweegshot, vind ik geil voor in het begin. Welkom bij de allereerste aflevering van Money Matties, de show waarin wij met elkaar de strijd aangaan om geld te winnen. Vandaag is er 5000 euro weggelegd voor de allerbeste leugenaar. Wow! Wow. Nou, dat ben ik echt niet hoor, man. Dat ben ik echt niet. Let's go! Boem, boem erin. Ah. Ja, ik kan het toch niet winnen? Wow. Wow. Ja, daar niet. Oh, dit! Blijf van de lul af! Oh ja! Om erachter te komen wie van ons de allerbeste leugenaar is, heb ik deze aflevering opgedeeld in twee rondes. Ben je vastberaden om te winnen? Ja. Hoeveel geld denk je dat je gaat winnen vandaag? Ja. Art. Ja, Art. We gaan beginnen met ronde 1. Oké, jongens, energie is hoog! Energie is hoog! Energie is hoog! Energie is hoog! We gaan live in 3, 2, 1! Oké, het zit als volgt. Op mijn telefoon verschijnt straks een berichtje. Dat kan een woord zijn of een zin. Ik kan ervoor kiezen om dat één op één voor te lezen of zelf iets te bedenken. En als jullie me doorhebben, dan krijg ik 0 punt. Als jullie denken dat ik lieg terwijl ik de waarheid spreek, dan krijg ik 1 punt. En als jullie denken dat ik de waarheid spreek terwijl ik lieg, dan krijg ik 2 punten. Want liegen wordt beloond in deze show. Are you ready? Ik vind het heel spannend. Doe dat! Mijn kleding inspireer ik op de regenboog. Ik draag hele opvallende kleren. Om mijn onzekerheid te verbergen. Het werkt alleen niet. Ja, ik heb gewoon een leugenaar opgeschreven, want ik vind je een leugenaar omdat je liegt. Oké, ik zeg niet waar, want de manier waarop jij las was van boven naar beneden, naar het bovenste bericht, naar beneden en ik vertrouw niet. Ik zeg toch wel waar. Wow. Oké, nou wat het. How the turns have tabled! Wat Jart zei klopte. Maar dat deed ik expres! Yeah! Het stond er gewoon, bitch! Ja, ik heb er één. Ik krijg een wc-rol om mijn billen mee af te vegen. En mijn vader krijgt een Benro-statief om in zijn kont te stoppen. Nou, begin maar. Ja, nou, ik dacht waar. Ik dacht dat ze het er echt staat. Er staat hier een statief van Benro achter jou. Dus ik dacht, hé, hey, dat hebben ze net even uit de hoofd getoverd. En ik denk, dat brengt Paul niet on the spot. Maar dat begin, weet je, dat is van mijn vader, weet je, van die meme. Ik dacht misschien dat ze... Deze quote duurt veel te lang. Jart! Ik had niet waar, omdat ik het idee had dat Paul juist heel erg in die meme zat en net eventjes naar de statief keek. Ik heb leugen. Wat staat er? Ik wil graag voor altijd student blijven. Elke dag zuipen en op elke avond een ander meisje als jongen. Weet je wat het kutte is? Ik dacht natuurlijk omdat hij... Ja, laat me even uitleggen waarom dit net verkeerd is gegaan. Ik las namelijk Benro al... Dit was veel eerder, ja, maar niet toen ik hier zat. En het domme is dat ik eigenlijk even een ander merk had moeten kiezen, maar niet deze. Want nu dachten jullie, ik zat hier en ik zag dat merk. Ken je dat, edit trucje? Dat met dat muziekje zo... Dat gebeurde net. Ja. Wat niemand een fuck geeft om je mening. Jart! Paul heeft 2 punten. Kel heeft 2 punten. Quinn en ik allebei nog 0, maar daar ga ik verandering in brengen. Klapstoel. Oei. Klapstoel. Ah, ik smek jou. Jart is echt een smerige, vieze, onwaar, niet waar leugenaar. Ik denk, waar? En mag ik met je zus op date? Dat spreken we later even, oké? Ja, Jart, ik denk het ook eigenlijk, omdat je... Nee, ik denk het niet. Het enige wat ik wil zeggen, is dat Kel het fout had. Sexy motherfucker.
Allebei gelijk. Ja, maar wat kut. Jullie heeft daar gewoon fucking veel punten. Wacht even, hoeveel punten is nu dan? Nee. Jij hebt 4. Jij hebt gelogen. Nee, hij heeft alleen een puntje van hem. Dat is helemaal niet de waarheid. Er staat, ik ben ooit door een spin gebeten. Ja, ja, nee, snap. Nee, maar jij roept één. Jij roept één. Twee punten voor Jart Struik en hij loopt weg. Hij gaat... Jart gaat naar huis. Later, hè. Het staat 2 voor Jart, 2 voor Kelvin, 2 voor Pol en 0 voor mij. Dus de druk is hoog. Hou ik niet van. Ik kom er ineens achter dat ik vet beïnvloedbaar ben. Want ik heb een keer een schaap geneukt op de Dam. Dat stond ik in de wei hooi te eten. Wat? I don't know. Ja, wel man. Okay. Ik heb geen idee. Maar deze dude die trekt het niet, jongen. Hij was veel te zenuwachtig. Nee, wacht, het is een vieze acteur. Zometeen, hij springt op, zometeen. Ja! Ja, ik heb jullie! Ja! 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 Ik zeg niet waar. Ik zeg waar. Ik zeg ook waar. Wat er stond, was ik kwam er laatst achter dat ik enorm te beïnvloeden ben. Er ging één schaap over de Dam en ik volgde, stond ik in de wei hooi te eten. Nee! Ja. Ja, maar wat heb je gezegd dan? Wat was het verschil? Ja, hij zei allemaal randoms. Ja, ik weet het. Alles omgedraaid. Het enige wat hetzelfde was, was Dam, schaap en de rest niet. Twint heeft 4 punten. Fuck! Ja. Ik dacht al dat het ging werken. Maar jullie mogen ook op het verkeerde been zetten en zo. Nee, jullie blijven gewoon daar staan. Waarom stinkt het hier zo? Ja. Quinten staat op dit moment voor, maar we hebben nog een tweede ronde waarin het alles of niets is. Boy. Mooi benieuwd. We gaan Box of Lies spelen. Dat spel kennen jullie misschien wel. Er staan hier achter 9 prachtige dozen. In alle dozen zit een bijzonder object, voorwerp. Wij pakken allemaal 1 doos en ik ga beschrijven wat erin zit. Aha, jij hebt daar niets. Ik kan ervoor kiezen om te liegen. Als Jart dan denkt dat ik de waarheid spreek, dan heb ik 4 punten. Als ik de waarheid spreek, maar Jart denkt dat ik lieg, heb ik 2 punten. En als Jart me doorheeft, in beide gevallen heb ik 0 punten. Dat is nummer 4. Ik heb hier iets bijzonders. Oké. Iets heel bijzonders in. Ik heb hier een piramidevormig kunstwerk. Opgebouwd uit meerdere vissen. En... Het is omringd door ijs, door raketjes. Jezus, dit meurt als de pest, joh. Hoe ziet hij eruit? Wat voor kleuren heeft de vis? Het zijn roze, zalmachtige blokjes. Oké. Jij zegt dat het zalm is, maar het zijn meerdere soorten vissen. Nee, meerdere stukjes. Meerdere stukjes visjes, ja. Niet meerdere vissen. Oké. Dus ik heb nog een laatste vraag voor je. Die vraag is... Schiet op, pik! Het stinkt als een pest, jongen! Die vraag is... Yes. Kelvin. Hoeveel blokjes liggen er? Het is tijd. Het was 10 minuten geleden al tijd, gast. Rustig, jongen. Rustig. Hey, rustig nou! Hey, doe zelf even fucking rustig. God, dit is mijn programma. Wacht even, dit is jouw programma. Oké, ik zeg niet waar. Ik zeg je lief. Aan het schouw. Gaat lekker. Oh! Ik wil even zeggen dat ik gelijk had. Oh. Kelvin bij deze geen punten heeft, toch? Ja, nee. Graag gedaan. Heb ik nou niks? Ja. Ga je hier lekker. Oké. Next. Hey, hoor je me? Hey, Mikey, hoor je me? Uitgaan zonder muziek en enkel normale sound effects. Hey, brother. Near each other. Ga je mee een sigaret roken? Hè? Ga je mee peukje doen? Ik ben gestopt. Oké, man, ja. Yo, ik ga even wat drinken halen. Ik ga wat drinken halen. Joke! Oké.
Hey, nee, Quinten, jongen. Nee. Quinten, nu al scheming. Scheming Quinten. Hij probeert altijd te schiemen. Quinten. Ik heb hier staan... een... soepbord... met... een vieze onderbroek. Welke kleur heeft het soepbord, Jad? Wit. Het is wit porselein. Wat voor type onderbroek is het? Een bokser. Hoe zit die onderbroek in de soepbol? Soepkom. In de soepkom? Ja. Hij is er ingevouwen, ingelegd. It's a lie, ladies and gentlemen! Ja? This man is straight up a lion. Kijk hem daar, jongen. Mr. Hollywood, LA. This man is lying. Ja? Dat is waar. Yeah! I can see it in your eyes. Vaas met zweetsokken in vissaus en roosjes. Vandaar weer die vissaus. Shit, man. Moet het winnen. Ben je er klaar voor? Het hoofd van Vanessa... gevuld... met vissen in gewanden. En Vanessa is die pop. Ja. Nee, is niet waar. Is echt absoluut niet waar. Hey, he's a lying motherfucker. He's a lying motherfucker. Geen vraag, niks. Geen vraag, niks. Laat maar zien. Quinn, wat een tering, domme keus, hij lag hier! Mijn hoofd ligt daar! De finale ronde gaat officieel plaatsvinden. Quinten heeft 4 punten. Paul heeft 2 punten. We hebben de regels een klein beetje aangepast om ervoor te zorgen dat er na deze ronde sowieso een winnaar en sowieso een verliezer is. Als Quinten het fout heeft, krijgt Paul 3 punten. Maar als Quinten hem door heeft, krijgt Paul 0 punten en is Quinten de winnaar. Het is nu of nooit. Het is nu of nooit. Ja, pak maar een doos. Ik heb hier een papiertje waar het op staat. Jongens, mijn hart, kom op. Mijn hart ook, jongen. Godverdomme, Paul. Ik heb hier voor me een papier in de punt van een, in de vorm van een puntzak met gewoon friet, helemaal tot aan de bovenkant gevuld. Een patatje oorlog met soldaatjes erin. Patatje oorlog. Welke kleur heeft de puntzak? Wit met tekst erop. Krant. Kijk, ze zitten er alsof de wereld vergaat. Het is een spel. Zitten er uitjes op? Nee. Paul? Ja. Spreek de waarheid. Hij heeft een uitspraak gedaan. Hij heeft een uitspraak gedaan. Gaat die fucking doos hier ook? Zeker weten, Quinten. Patatje oorlog. Je spreekt de waarheid. Je bent een eerlijk man. Ja! 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 Godzame! 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 De 5000 euro blijft in handen van Quinten. De tweede aflevering op rij heeft hij gewonnen. Abonneer op mijn kanaal, like deze video. Tot volgende week een nieuwe aflevering van Money Matties, waarin Quinten zijn 5000 euro moet verdedigen. Ook Quinten heeft deze aflevering gewonnen en dat betekent dat hij net als vorige week het geldbedrag moet verdedigen. Degene die namelijk als eerste 4 afleveringen heeft gewonnen, mag het geldbedrag officieel mee naar huis nemen. Tot volgende week.